De stichting 10 oktober 1760 heeft vanmorgen in het kader van de herdenking van 264 jaar van de ondertekening van het Vredesverdrag in 1760 kransen gelegd bij het monument van 10 oktober op de hoek van de Henk Aron en de J.A. Pengelstraat. Voorzitter Leo Atomang geeft in zijn herdenking aan dat er wederom nagedacht moet worden wat het nageslacht moet doen met de rijkdommen die voor ze is achtergelaten. Marinus B., voorzitter van de Nationale Assemblée, is de mening toegedaan dat het probleem van de grondrechten kwestie uiteindelijk moet worden opgelost. Heden, 10 oktober 2024, leg ik het wederom op uw bord, president en vicepresident, om alles in het werk te stellen, ja, zodat we die commitment die we hebben gemaakt met de mensen, dat te kunnen verwezen. Zullen ons dankbaar zijn, we zullen hooggeschreven zijn in die geschiedenisboeken, dat Oekede op basis en hoe leveren. En trouwens, dit parlement, kritiek kan dit. Volgens vicepresident Ronnie Brunswijk zijn de Marons door de jaren heen vooruit gegaan in elk aspect in de samenleving. Maar ze moeten blijven knokken, benadrukte de vicepresident. President Chandrika Prasad Santokhi is het eens met de vicepresident, maar ondanks dat zij stappen vooruit hebben gemaakt, is er niet echt ontwikkeling geweest in het achterland. De natuurlijke bronnen daarbij, go to the inslag, de alasande, maar om weer ontwikkeling uit te komen. Dus uitdaging de, kom zet de samboom, met kan binnenland profiteren voor de rijkdommen Sao Abi in het binnenland. En dat we dat samen gaan ontwikkelen, dat nou wel de preparatory voor grondrechten, dat we een fonds moeten, alle de ontwikkelingen zijn, ik vind de plaats in het binnenland, een fonds moet is money. En aan money dat ontwikkeling is in het binnenland. Na de toespraken hebben de verschillende basha's en kapiteins de traditionele plengoffer gedaan en daarna zijn de kransen gelegd. Dit is de 14e keer dat de herdenking van Marondag een nationale vrijdag is.